Vertel, ik heb nog nooit een vorst gezien met zo erg weinig haar. Mijn manen worden reuze lang, met hier en daar een krul. Ik voel mij trots en arrogant. Het is vandaag 6 januari en we staan hier vandaag bij een grote kerstboom en bij allemaal kinderen. Want vandaag is hier Drie Koningen begonnen. Dus laten we maar snel eens eventjes gaan kijken bij de Drie Koningen. Als jij denkt, niemand zegt doe dit. En als ik dat zeg, dan niemand zegt geef hier. Wat ik bedoel is, niemand zegt laat dat. Kijk, je beseft gewoon niet. Niemand zegt kom hier. Nee, kom hier. Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag niet weten. Mijn vader heeft het geld op de toren gesteld. Heel goed! Applaus! Schitterend. Pak mijn biezen, weg uit Afrika. Geef een ander paar die jong. Dat joch is de brutaalste die ik ken. Wacht maar af totdat ik koning ben. Ik sta hier naast Ad Vermeulen. En Ad, wat hebben we vandaag hier gedaan? Drie koningen. En wat houdt dat in? Drie koningen is altijd, dan komen de drie koningen uit het oosten met de mirre, het goud en wierook, ja, aan kindje Jezus. En wij houden dat in traditie en ere, dus zo doen we. En hoe doe je dat dan? We lopen met de kleine kinderen hier van de wijk, dan gaan we huis aan huis. En dan bellen we aan, dan zingen ze het Drie Koningenlied. En dan krijgen ze allemaal snoep toebedeeld van de mensen. En wat houdt nou eigenlijk drie vierde in? Drie vierde houdt in, dat is de Juliana, Wilhelmina, Emmastraat en Doornendijkje. En dat is drie. En Doornendijkje is vier, is drie vierde. En wat doen jullie dan bijvoorbeeld nog meer allemaal? We doen heel veel. We proberen zoveel mogelijk met te doen. We hebben een bestuur van 7 personen. En allemaal actieve mensen. We beginnen met Drie Koningen. Dan gaan we naar de carnavalsoptocht. Ja. Dan gaan we naar Pasen. We hebben de straatspeeldag. We hebben de barbecue. We hebben de burendag. Sinterklaas. En Halloween misschien. Misschien ook nog Sinter Maarten. En dan ja, een beetje het hele jaar rond. Oké, nou heel erg bedankt. Dankjewel. En als ik dat zeg dan. Wat ik bedoel is, niemand zegt laat dat. Kijk, je beseft gewoon niet. Niemand zegt kom hier. Nee, kom hier. Doe gewoon wat ik graag wil. Oh, daar is geen sprake van. Dat is nu net het verschil. Het wordt hoog tijd dat ik met jou een hartig woordje spreek. Als ik koning ben, hoef ik van jou geen zedenpreek. Als dat nog monarchie moet heten, stap ik heden op. Pak mijn biezen, weg uit Afrika. Geef een ander paar die jong. Dat joch is de brutaalste die ik ken. Wacht maar af totdat ik koning ben. Of je nu naar links kijkt, of is dat naar rechts? Zie je dat de koning altijd bovenaan staat? Nog niet! Doe je best en zing je met ons mee. Ik sta hier naast Hero. En Hero, wat heb je vandaag gedaan? Wij hebben drie koningen gedaan. En wat houdt dat in? Dan ga je langs de deur om te zingen en dan krijg je snoep. En heb je heel veel snoep gekregen of niet? Ja, op zich wel. Wat voor snoepjes dan bijvoorbeeld allemaal? Marshmallows, gemixt snoep, ja. En wat vind je het lekkerste snoepje wat ertussen zit? Ja, ik denk lange vingers. Lange vingers, waarom vind je die zo lekker dan? Ja, weet ik niet. Ze zijn zo lang. Hey, bestel je ze thuis dan ook heel vaak? Vraag je aan je moeder? Nee? Nou, nog heel veel plezier vanavond. Ik voel mij trots en arrogant en werk aan mijn gebrek. Toch moet je nog wat doen aan je stem. Wacht maar af totdat ik koning ben. Je hebt nog een lange weg te gaan, jongeman, als jij denkt. Niemand zegt doe dit. En als ik dat zeg, niemand dan. Niemand zegt geef hier. Wat ik bedoel is, niemand zegt laat dat. Kijk, je beseft gewoon niet. Niemand zegt kom hier.
daar is geen sprake van. Dat is nu net het verschil. Het wordt hoog tijd dat ik met jou een hartig woordje spreek. Als ik koning ben, hoef ik van jou geen zedenpreek. Als dat nog monarchie moet heten, stap ik heden op. Pak mijn biezen, weg uit Afrika, geef een ander paar die jong. Dat joch is de brutaalste die ik ken. Wacht maar af totdat ik koning ben. Of je nu naar links kijkt, of als dat naar rechts gaat, zie je dat de koning altijd bovenaan. Ik zit hier met allemaal kinderen op de schommel. En ik zit hier naast Finn. En Finn, wat heb jij vandaag gedaan? Snoep opgehaald voor de drie vierde, voor drie koningen. En wat voor snoep heb je allemaal opgehaald? Spekjes, marshmallows en nog allemaal lekkere snoepjes. En wat vind je dan het lekkerste snoepje dat ertussen zit? De Twisters. De Twisters? Ja. En hoe wordt dat verdeeld straks? Dan gaan ze alle snoepen stellen en dan gaan ze ze allemaal in zakjes doen. En hoeveel krijg je dan ongeveer, denk je? Dat weet ik nog niet. Weet je dat nog niet? Nee. Meestal 3 à 5 zakken. 3 à 5 zakken? Ja, soms nog wat meer, maar dat ligt eraan hoeveel er is opgehaald. Zo, dat is nog best wel veel dan. Ja, klopt. Nou, dan wens ik jullie nog heel veel plezier en lekker snoepen dan straks. Ja.